Beekzeil Music, pop- en rockschool in de volksmond, bestaat ondertussen 6 jaar. Een paar jaar geleden namen de eerste afgestudeerden hun diploma van muzikant, muziekmanager of muziektechnicus in ontvangst. Maar wat is zo'n diploma waard en kan je hier werk mee vinden? Zoals je weet is er een crisis in de muziekindustrie. Er is een dalende cd-verkoop, er is een digitalisering van alle muziek. Er is ook heel veel voorhanden. Studenten, het is zeer gemakkelijk om vandaag de dag uw eigen plaat op te nemen op uw zolderkamer. Dus die werkgelegenheid, nu als ik kijk naar de cijfers van onze alumni, zien we dat ze toch wel zeer goed aan de bak komen. Toch vindt niet iedereen even snel werk. Reinert studeerde af als muzikant. Zijn zoektocht naar werk verliep vlot. Maar hij zegt dat dit bij medestudenten niet altijd even gemakkelijk ging. Ik heb misschien toeval gehad dat ik zo hier en daar wat freelance dingetjes deed tijdens mijn opleiding. En daardoor per ongeluk, want dat is echt puur toeval en met heel veel geluk, dat er bepaalde jobs openkomen. Heel snel aan een job geraakt. Maar ik heb ook al heel wat andere verhalen van medestudenten gehoord die soms 1 jaar of 2 jaar allemaal horecajobjes aan het doen zijn of dingen aan het doen zijn die helemaal niet te maken hebben met hun diploma. Nochtans neemt de school maatregelen om ervoor te zorgen dat er niet te veel studenten afstuderen in verhouding tot het werk dat er is in de sector. We krijgen wel hier 300 aanmeldingen per jaar, maar hier komen er maar een 65 per jaar binnen. Dat is enerzijds om erover te waken dat we eigenlijk de markt nu in één keer volduwen met afgestudeerde studenten, waardoor dat zij niet meer terechtkomen op de arbeidsmarkt. Dat is 1. 2. Waarom die beperking ook? Omdat wij zo projectmatig werken en dat kun je niet met 50 man. En wij doen dat ook door toelatingsproeven. Reinhard vindt dat de studie een goede voorbereiding is op het echte werkleven. Het leuke aan die opleiding is dat hetgene wat bijvoorbeeld een professionele muzikant vroeger leerde over 10 jaar of 15 jaar uit zichzelf of uit vriendengroepjes of bands, leren daar in een pakketje op 3 jaar tijd. Alles wordt daar gepropt en gebundeld door de juiste mensen ook op 3 jaar tijd. En al die expertise, of toch die concentratie van expertise, dat is op zich een heel mooi cadeau als muzikant. Ook Pieter studeerde af aan Beekzeil Music en werkt nu als geluidstechnicus. Hij vindt dat de opleiding voor een goede basis zorgt, maar zegt dat een diploma geen voorwaarde is om werk te vinden. Zeggen dat je zonder die opleiding niet kunt in het werkveld terechtkomen en niet je ding doen, dat ga ik zeker niet beweren, want er zijn genoeg voorbeelden van mensen die totaal niet gestudeerd hebben, terwijl dat die nu eigenlijk ook echt een belangrijke functie hebben of alleen een grote band mixen of noem maar op. Dus is een opleiding nodig? Ik denk het niet echt, maar het is natuurlijk wel, je hebt dan een stapje voor en dat is belangrijk. De opleiding blijft groeien. Pieter denkt alvast dat het in de toekomst alleen maar beter kan gaan met Beekzeil Music. Ik denk dat de opleiding beter en beter aan het worden is en dat het diploma uiteindelijk nog meer gaat waard zijn. Bij ons was het nog een beetje zoeken en we hebben aldoende moeten leren, de leerkrachten hebben het aldoende moeten leren, de mensen van de directie, de school zelf heeft het moeten leren. Beekzeil Music zal ongetwijfeld nog veel talent voortbrengen.